Drie avonden lang het lichtjes verstijnt, Predervoort schittert. 2019 hebben jullie het eigenlijk op een andere manier gedaan. En nu het thema? Het thema is dit jaar Reis om de Wereld, waarbij we de bezoeker eigenlijk mee willen nemen op reis. Door verschillende werelddelen heen. We hebben dit jaar iets anders ingericht. Dus we hebben per werelddeel is het een bepaald cluster. Waarbij een stukje horeca, een stukje decoratie, een stukje programma en een stukje bouwwerken allemaal op elkaar afgestemd is in dat desbetreffende werelddeel. Dus zo hopen we de bezoeker echt mee te nemen op reis. Waar moet men aan denken? Heel divers. Het zijn echt heel diverse bouwwerken. Als ik in mijn hoofd even het vestingspark bijvoorbeeld doorga, dan start het eigenlijk met een zeer imposant colosseum. Maar als je wat verder loopt, hebben we bijvoorbeeld ook de kinderopvang van Judith & Co. En Spelend Wijs is een kinderopvang in Bredevoort. Daar hebben ook de kleinste hun bouwwerkjes gemaakt, zeg maar. Maar je hebt ook de Pirates of the Caribbean, waarbij ze verschillende lichttechnieken hebben gebruikt. Van blacklight tot plaatwerk, waar dus gaten in zijn geboord, waar het licht doorheen komt. Dus zo kan de bezoeker in ieder geval allerlei verschillende soorten lichten aantreffen bij Bredevoort Schittert. In heel veel verschillende soorten bouwwerken. Nou, met name qua vrijwilligers en qua organisatie zeg maar, merkt u wel dat het dit jaar wat stroever liep. Dat we allemaal eigenlijk een beetje uit een diepe windslaap moesten komen. Wat je inderdaad wel merkt is dat gelukkig uiteindelijk veel mensen wel weer enthousiast zijn geworden. Maar dat het wel allemaal veel later op gang kwam. Nu hebben we wat afscheid moeten nemen van vrijwilligers inderdaad van voor de tijd. Maar zijn ook wel weer nieuwe aangetrokken. Het lichtjesfestijn was voorheen altijd de gondelvaart. Kun jij mij in het kort uitleggen van waarom zijn jullie daar niet mee doorgegaan in plaats van nu Bredevoort Schittert? Ja. De gondelvaart was eigenlijk altijd een prachtig spektakel op de gracht waar de gondels dus echt voorbij vaarden. Daarbij zat de bezoeker eigenlijk heel statisch op de tribunes. Mm-hmm. Wat je merkte in de loop van tijd dat het wat minder mensen trok. Dat je extreem weersafhankelijk was. Zijn we nu nog steeds, maar met een paraplu is het iets makkelijker rondlopen dan op een tribune zitten. En dat de kosten gewoon heel erg hoog waren. Dus de tribune moest je altijd totaal betalen. En met minder bezoekers merk je dus inderdaad dat vaak wat minder kosteneffectief was. Dus in 2010 is ervoor gekozen om het te veranderen en Bredevoort Schittert inderdaad tot leven te roepen. Maar tegelijkertijd ook kunst, theater en muziek kunnen toevoegen aan het programma, waarbij de hoofdmoot licht blijft. Ja, we hopen gewoon heel erg dat bezoekers Bredevoort Schittert weer na die twee coronajaren weer kunnen vinden in ieder geval. En dat we samen met ons allen weer mogen genieten van al het moois wat iedereen heeft neergezet. I've been waiting. You knew I would not resist.